Welkom bij Delfshaven TV. De kerstman is boos! De kerstman is boos vandaag! Dit kan toch helemaal niet? Toch is het niet voor iedereen een feest. Vooral de minst draagkrachtigen krijgen het volgend jaar moeilijk. Er wordt tot wel zo'n 800 euro bezuinigd. Er is sprake van een tweedeling. Tweedeling tussen de haves en not-haves. Er ontstaat wantrouwen naar hen die het voor het zeggen hebben. Ook in de Havenstraat is het onrustig. Ook in de Havenstraat is het onrustig. Er worden nieuwe gasleidingen aangelegd tot aan de gasmeter. Ook is er groot onderhoud nodig, achterstallig onderhoud. Dit wordt maar matig gedaan. Ook hier is overleg nodig met de bovenliggende partij, de Woonbron. Dit overleg stagneert. De telefoontjes worden niet beantwoord. Kortom, er ontstaat een hoofdpijndossier. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. Prettige kerstdagen. Ho, 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 ho! Delfshaven TV!